voor? Bij de Nationale Speeldag. Ja! Yeah! Nickelodeon en Jantje Beton begonnen met buitenspeeldag, dat alle kinderen dus van de bank af moesten. Deed ook Nickelodeon op zwart. En toen dachten wij van, nou, wat is het leuker van, om buitenspeeldag in de wijk ook te organiseren. En dat is heel klein begonnen met één springkussen en een paar spelletjes. Nou, 4 jaar later is het zo groot geworden. Voor de buitenspeeldag 2016 promoten we nu ook onze crowdfundingactie om van dit grasveld hierachter een mooi kunstgrasveld te maken. En hoe loopt die actie tot op dit moment? Nou, hij gaat gestaag. Rond 10% is nu binnen van het bedrag van 6.000 euro. Maar omdat we hem ook echt vandaag promoten, verwachten we dat hij gewoon echt in storm gaat lopen. En die 6.000 euro enorm snel binnen gaan halen. Nou snap ik even één ding niet. Is dit een privé voetbalveld of is dit een gemeentevoetbalveld? Nee, het is een veld van de gemeente. Alleen de gemeente zit ook aan een budget vast. En zo'n voetbalveld kost al snel tussen de 40.000 en de 70.000 euro om daar een kunstgrasveld neer te leggen. Dus we doen dat niet zo 1, 2, 3. Dus wij hebben als wijkcommissie gezegd van nou, misschien kunnen wij als buurt helpen. En eigenlijk de deal met de gemeente gemaakt. Als we 6.000 euro binnenhalen, legt de gemeente de rest bij en komt er een prachtig mooi kunstgrasveld. Wat doet de beursvloer op de buitenspeeldag in Zebraspoor? De beursvloer is hier aan het kijken hoe mooie matches die gemaakt zijn op de beursvloer hier uitgevoerd worden. Zonnige dag, vrolijke kinderen. Hoe voelt het om zo'n succesvolle hoeveelheid kinderen hier te zien? Ja, geweldig. Hier doe je het voor. Hoe meer kinderen, hoe meer vreugde.